Alex hier, Klaas-Jan hier. Ik ga een workout doen. Doe je mee? Oké, when you're ready, man. 10 reps. Okay, class, 10 reps. Great, man. Perfect. Kluivert, terugleggen naar Huntelaar. Huntelaar maakt de 2-1. Huntelaar die zijn kans krijgt, zijn kans schoon ziet om te scoren. Het is zijn 12e van het seizoen. En Klaas-Jan Huntelaar, op het moment dat Ajax dus terug is van 11 naar 10 man, maakt hij de 2-1. Wat kan Huntelaar hier? Huntelaar op zoek naar de bal en de goal. Klaas-Jan Huntelaar doet het voor Ajax. Het shirt gaat uit. En wat doet hij dat dan goed? Handwerker. Kan hem niet afstoppen, kan hem niet vastpakken, want dan gaat de bal op 11 meter. Huntelaar blijft naar de bal kijken en slaat toe. 78e minuut. Ajax op 1-0. Drie hele belangrijke punten hier op bezoek bij FC Groningen. Dankzij het winnende doelpunt van Klaas-Jan Huntelaar. Ready, man. This is the hour, the darkest place. Dante's Inferno, the devil's maze. It's a good world. Good world going bad. Perfect.
Perfect, last 10 reps. Perfect. De Ligt. Neres. Ziyech was rechts van hem helemaal vrij. Gaat naar links naar Tadic. Naar Jovico Huntelaar. 1-0 Ajax. Klaas-Jan Huntelaar. Zijn 18e Europese goal. En net als vorige week opent hij de score. Sublieme Ajax-aanval. En Huntelaar na een half uur met die hele belangrijke openingstreffer voor Ajax. Het had naar Ziyech gekund, het gaat de andere kant op. Het weggeven van de bal door Cavanda. Taliafico, ja, dan is het gewoon buitenspel van Huntelaar. Maar dit wordt niet gezien door de arbitrage. En dus heeft Ajax geluk, want het doelpunt telt. En dus wordt het hier in de Johan Cruijff Arena. 1-0 voor Ajax. Klaas-Jan Huntelaar doet het. Amen. Bedankt voor het meedoen met deze video. Blijf bij elkaar uit de buurt. Minimaal 1,5 meter. En ja, doe je ding. Thuis kun je van alles doen, zo zag je het wel. Groetjes, tot snel.